Ik ben Franco Fiorito en ik doe samen met mijn broertje runnen wij het bedrijf Limoncello di Fiorito. En die proberen nu samen op te bouwen tot één groot bedrijf. Hallo, ik ben Benno Fiorito. Ik kom uit Amsterdam en wij hebben ons met onze Italiaanse roots onze eigen limoncello business opgestart. En toen waren wij bij onze familie op bezoek. Toen kregen we handgemaakte limoncello te proeven en dat was zo lekker. Dus toen hebben we gevraagd hoe je dat nou moet maken. En toen hebben we dat gemaakt. Toen kregen we het recept en toen hebben we het thuis namaken. In 2011 hebben wij een internationale prijs gewonnen tijdens de internationale Wine & Spirits competitie. En toen dachten we, fuck it, we zeggen onze banen op en we gaan nu de wereld veroveren. Nou, in Nederland zijn we nu een van de marktleiders op limoncello gebied geworden. Alleen die markt zelf is best wel klein eigenlijk. Dat is niet iets waar wij van kunnen leven. Dus wij moeten nu de volgende stap maken in onze carrière ook als bedrijf. In onze levensfase, zeg maar. En die volgende stap is de export. En het makkelijkste onderdeel van exporteren is het de verkoop zelf, dus een order krijgen en ook leveren. Maar dan komt het eigenlijk het moeilijkste, want je moet in een vreemde markt moet je eigenlijk rotatie gaan creëren. En rotatie creëren in de fast moving consumer goods betekent eigenlijk dat mensen aankopen moeten doen terwijl ze je niet kennen. Nou, dat is ongelooflijk moeilijk. We hebben natuurlijk hier bewust hier op Schiphol afgesproken, omdat Schiphol is onze gateway to the export. En Gal&Gal is een hele belangrijke klant van ons. En waarom wil ik nu Gal&Gal eigenlijk laten zien? Kijk, wij zijn nu in de aanbieding zoals je kunt zien bij Gal. En wat het mooie daarvan is eigenlijk, is dat je een second placement krijgt in de winkel. En dat je extra attentie krijgt voor je product. Nou, dit is bijvoorbeeld iets, een manier om echt in het buitenland traffic te genereren voor ons product. Dus consumenten, zeg maar, hebben eerst een soort drempel om een nieuw product te kopen. En wat er nu in de aanbieding is, extra aandacht krijgt in de winkel. Mooiste ervaring met de internationaal ondernemer is een vriend van mij die is naar Noorwegen gevuist. Maar daar was onze limoncello niet verkrijgbaar. En nu zijn we dus wel verkrijgbaar in de staatswinkels in Noorwegen. En nu kan hij dus opeens onze limoncello wel in het buitenland krijgen. Dus dat is wel echt iets heel leuks. Het belangrijkste is dat wij eerst een marketingplan hebben gemaakt. Of een brandpaspoort voor ons merk. Waar moet ons merk voor staan? En dan komt eigenlijk daarna stap 2. En stap 2 is, zeg maar, dat wij nu de hele wereld, dat wil zeggen 70 landen, brengen wij in kaart. En daarin kijken we naar wat is de spending capacity van de mensen. Drinken ze veel uit of thuis? En wat doen ze? Gaan ze vaker uit eten dan in Nederland of niet? En dan kunnen we daarop ook bepalen wie we willen bereiken en naar welk land we toe willen eigenlijk. Een andere waar we naar kijken is bijvoorbeeld het prijsspel. Is drank daar heel duur of niet? Is het heel goedkoop, dan zouden wij bijvoorbeeld niet eens kunnen leveren. Maar is de drank heel duur, dan is de prijs ook weer minder van invloed. Hun inkoopprijs, omdat het dan heel erg tax-driven is. Daar gaan we dan 3 landen van uitkiezen straks. En van die 3 landen, daar gaan wij ons echt op focussen. En daar gaan we ook echt actief naartoe. Het leukste van ondernemen in het buitenland vond ik eigenlijk wel dat wij... Wij zijn natuurlijk ooit in Nederland begonnen, een klein bedrijfje. En toen kwamen in één keer orders uit Curaçao. We gingen onze doosjes limoncello op een boot naar Curaçao. En toen kwamen we daar met de mooiste bars op de stranden. Met witte stranden stond in één keer onze limoncello. Nou, dat is toch wel het mooiste van het mooiste.